wel een andere vraag. Hold up. En welkom bij een Beleging Gamer. Ik ben Joris en vandaag spelen we weer een heel leuk schietspel. Laten we maar eens beginnen. Oké, we gaan weer continue the game. Tot zo dadelijk na het laden. Let's go this way! Oké, dat ging precies wel. What's gonna happen, Vault Hunter? My first mate Boom Boom is gonna kill you. Jack's gonna pay us, and I'm gonna play hopscotch in your chest cavity. Oké, wat ik wou zeggen, we gaan eerst even zien welke missie we gaan pakken. Normaal gezien had ik die missie gepakt, maar we gaan toch deze missie pakken. Eerst zien we mijn wapens, want er was een wapen dat slecht ging de vorige keer. Dat was deze, denk ik. See the numbers, taste the violence. Deze wapen pakken. Totdat we een redelijk goede wapen hebben. Dat kunnen we nog altijd wisselen. Ik ga eerst mijn wapens bij laten voelen. A fantastic day for capitalism. A pleasure as always. Lovely. Voilà, dan zijn we met goede wapens aan het strijden. Kunnen we alles veel beter aan. Dat we nu maar eens naar beneden. Doe maar op. Nou, ja, we gaan proberen. In ready te blijven. In left te blijven. Maar normaal gezien wel. Pak het gewoon deze. Hey! How did Bruckle shock? How's your day been, buddy? We haven't really talked much since I left you for dead. Hey, you think you'll freeze to death out there? No, probably not. Bandits will get you first. My day? Been pretty good. Just bought a pony made of diamonds. Because I'm rich. So you know, that's cool. Goodbye. Well, that's it. Oh, he's a level 3. He's a level 3. Dan gaan we even goede dingen pakken. Dat is deze wapen. Dan ga ik eerst even uit zicht zijn van die mannen. Mag ik hem eraan doen? Oh ja! Oh ja! Blijf nou nog eens 5 minuten staan. Lassie. Daarvoor is dus de shotgun toe. Ik weet niet, ik wist dat naar die mannen moeten gaan. Maar deze op afstand schieten is ook wel plezant. Maar aan die mannetjes gaan is nog plezanter. Omdat ik nu nog geen goed wapen heb, pak ik het, doe ik het zo nu. Want anders gaat het al te moeilijk worden. Toen ben ik lekker banaan tussen de patata. Dat is niet zo goed. Allee, hij ligt tussen de patata. Later, kom maar, rapper. Alles, zeg. Dat bedoel ik dus. Door de tunnel. En dan komen we hier terug uit. Dus laten we maar terug gaan naar waar we gekomen zijn, zeg. En dat gaan we heel rap doen. Als ik in mijn handen klap, dan zijn wij er. Halassen, we zijn er. Dan pak ik mijn shotgun. Dan zal ik hier wit als de patat. Oh, in één knal. Ah, dan schiet je net op. Oké, ik hoop dat er nu, als we eraan komen, gaan er weer weet hoeveel mannetjes komen. Dan laat ik deze even. Ah, oké.
Nu gaan we toch naar Ginderwand. Met deze wapen. Dat bedoel ik nu terjuist. Dat was hier dat we misgingen. Voilà, nu kunnen we er rustig doorgaan. Of course, I forgot. The safe house power box stopped working after Claptrap attempted to integrate with it. Ah, what a kidder! Just get a new fuse for the elevator and ignore what he said about that power box. Okay, now what about the power vent fuse? It's weer al te hard. That's weer al zo druk hier. Dan kan ik ze hier weer een afstand neerknallen. Oh nee, die heeft het kanaal gehoord. Doe maar, blijf staan weer. Oei hoor. Er zit hier nog iemand te schieten, maar waar komt die? Aha. Ik denk dat ik niet zie of wat? Oei hoor. Oei hoor. Een goede wapen hebben, maar dat kan moeilijk zijn. Ga ik hem hier neerknallen? Oh ja! Die is neer. Ja, die is dan nog. Maar dan zijn er weer al andere mannetjes bijgekomen. Man. Laat hem hier geen 2 minuten gerust. Daar is er nog eentje. Oh ja! Oppassen met die naar boven. Ik denk dat ik je niet gezien heb. Dan moet ik nog even naar de andere kant. In de face, jongen. Ik had niet gedacht dat ik dat ging doen, hè. Dus wou je niet knallen. Ik had me niet gezien, of niet? Laat je zien wel, maar niet verwacht dat ik dat ging doen. Daar stond het er juist toch in? Er zijn er nog, hè? Dat is er nog een. Die moet daar zijn. Domme. Dat is een klooi, hoor. Waar is hij nou? Ah, daar is mijn... Daar is die koekkop. Ik ken niet aan zijn kop, hè. Ja, we gaan het zo proberen, omdat ik zijn kop niet kan zien. Dus dat is toch maar één. Voilà. Ligt wat tussen de patatten. Maar hij weet die aan mijn prik uitzetten. Maar hoe moest ik dat nu weer doen? Weer nee. Ah, daar staat hij. Balasse. Ik hoor bully munch. Ik ga eerst deze aanpakken. Just plug that fuse in a Brewster's power box and you'll be able to ride the elevator. Ik ga eerst een bully munch pakken. Oh, die zijn level 6. Nee. We zijn allemaal level 3. Sorry voor de mensen, ik laat u. Dat gaat veel te moeilijk zijn. Ik denk dat als ik daar één slag tegen doe, dat ik tussen de patat. Als ik één slag doe, dat ik tussen de patat lig. En dat is de bedoeling niet. Oeh, nog een wapen bijzen. Kan ik hier naar boven? Zit veel. Dan kan ik die daar ook exporteren. Got the elevator working, have you? Great. Now simply ascend to the safe house and buy a shield. This used to be a sizable hub for the resistance until everyone heard the Hyperion army approaching and fled to sanctuary. We moeten hier naar boven geraken, hè? Maar dat klopt werkt niet meer.
Nu wel. Nee, een heel goed schild kopen. Beste schild dat ze hebben. Dat is een beter die ik nu heb. Maar we gaan nog beter zoeken. 3,121, 15, 93, 14. Kunnen we beter die pakken? Maar die is pas 3 minuten. Ja, we gaan die pakken. Well done. Now if you could return to Lyersburg, we could see about getting you off this frigid glacier. Voilà, nu kunnen we daar gaan inturnen zijn. Deur dicht. Oei. Dus eerst naar buiten gaan en dan de deur dicht doen liefst. Want dan zijn ik opgesloten. Allee, als de klinker niet uitvalt. Ik heb dat vroeger dus gehad. Was met mijn zus er nog bij. Was zo in een bergkotje en we waren zo aan het fikvakken met elkaar. En ik had de deur dicht gedaan. En met die deur dicht te doen had ik de klink vast. Maar de buitenste klink was er ook af, dus we konden niet eruit. Dat kon zich niet eigenlijk vastzetten. We zaten daarop gesloten. We hebben daar zeker een klein half uur in gezeten. Totdat als moeder kwam. 1000 keer aan het lopen geweest. Waar dat ze was. Zij kon dat blijkbaar ook niet. Holy shit. Zo goed krijgen, die klink. Ze hebben daar nog een half uur. 15 minuten extra in gezeten. Wat ook een nozel was, hè? Was dat een stomme klink? Shit. Wacht, hier moet er een even mee staan, hè? Maar waar? Ja, toch wel. Kom tevoorschijn. Hier is zo'n lomp om hier tussen te steken, hè? Ja, ik weet dus wat hadden, hè? Maar uiteindelijk hebben we de stap eruit geraakt. Dus sindsdien heb ik die deur niet meer dicht gedaan. Of met zo'n zat geen de deur dicht tegen. Kunnen we ineens inturnen, hè? Lasse. Protection from bullets, ho! Cool, ik heb. Would you like to do battle with a midget riding piggyback on a bullymong? If the answer is yes, please proceed to the southern shelf and defeat Midgemong for me. If the answer is no, you are sad and I have no desire to speak with you further. Dan kunnen we volgende keer wel. Dat is allemaal een challenge heft. We kunnen beter even die level doen. Dat is nog level 5. Dat is nog level 3. Pak eerst die uitroepteken. Do you see my hat? It is the hat of a gentleman. And yet it's missing something. Some je ne sais quoi. Subit. I think some bullymong fur might do the trick if you could bring me some. The harvest bullymong fur. You need to rip it from their hides with your bare hands. Just weaken a bullymong with gunfire, then finish him off with fisticuffs. Oké, mensen, maar die missie die gaan voor de fijn genoten hebben. Dat er vast een blauw duimpje echt als je het leuk vindt. En dan zeg ik tot in de volgende. Seed of Horror game. Daag.